Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze derde aflevering ondertussen al van Hardcore Survival. Ik ben in deze aflevering ook nog van plan om een huisje te maken, dus dat ga ik nu maken. Dus jullie zien zo de timelapse. Kunnen zien hoe ik dit huisje aan het bouwen was. Wat we nu kunnen doen is het huisje nog even inrichten. Ik ga beginnen met een vloer aan te leggen. Voor een vloer eerst te kunnen aanleggen moet ik natuurlijk het hier even weghakken. Ik ga deze hier gewoon met oak slabs vullen. Zo, dan hebben we nu hier een vloer. Hier even een pilaar plaatsen. Dan wil ik hier zo de trap maken. Hier wil ik in de toekomst dan een enchantment table plaatsen. Alleen, ja, we kunnen nog geen enchantment table maken, want we hebben nog geen leer. En ook geen sugarcane. We hebben wel 2 leer door het vissen. Maar dat is natuurlijk niet genoeg voor boekenkasten. Even denken, hoe wil ik de trap hebben? Sowieso van stairs. Doe ik het vanaf deze pilaar. En dan ook hier nog dit. En dan moet ik de rest hiervan nog opvullen met oak planks. Overal raampjes plaatsen. Dan kan er hier nog een raam. En dan doe ik er hier een grote raam. Ik wil ook hier nog iets doen. De trapdoors. En dan kan ik aan deze hoeken. Ik heb een idee. Dit hier doen. Zo. Zodat je hier zo'n soort van ingang hebt. En dan. Oh, ik moet het wel goed plaatsen. Dan hieronder nog. Dan wil ik hier nog even decoreren, maar met wat is de vraag. Ik kan misschien meerdere crafting tables maken. Zo, en dan misschien zo nog. We kunnen misschien ook iets met cobweb doen. Ik weet dat we ergens een mineshaft hadden, dus
daar kan ik kopweb uit halen. Hopelijk heb ik niet al het kopweb weggehaald. Ah ja, daar zie ik al. Kan ik nog wel kopweb halen. Oh, had ik niet zien aankomen. Dus mijn idee was om onder die trap nog kopweb te plaatsen. Dan wil ik hierboven nog mijn bed plaatsen. Bed zit nog in het andere huis, dus moet ik die even plaatsen. Ja, dat ziet er goed uit nu. Wacht, misschien ook nog aan deze kant dit doen. Wat ook leuk is, is dat we hier dan dit kunnen maken. Kunnen we hier op een soort van terrasje. Ik ga weer wat hout verzamelen. Ah ja, daar hadden we al een grote boom geplant, dus we kunnen wel veel spruis hakken nu. Daar in de verte zie ik ook een village. Alleen het jammer is dat ik daar nog niet heen kan door de wereldborder. Denk in tegen de volgende aflevering dat we er wel heen kunnen, maar nu nog niet helaas. Oh ja, we waren hier ook nog bezig, dus ik wil hier nog pilaren plaatsen. Dacht ik om misschien zo te doen. Ja, dat is niet verkeerd, al zeg ik het zelf. Zo, 7 extra. Denk niet dat dat genoeg is. Ja, we hebben nog 4 nodig. Heb ik nog een idee? Daarvoor heb ik eieren nodig. U vraagt af waarschijnlijk af wat er nu gaat komen. En kool heb ik ook nog nodig voor fakkels. En ja, nu raden jullie het waarschijnlijk al wat ik ga doen. En dan zo van die lantaarns. Dus ik denk hier zo lantaarns. Dan, oh, ja, dan gaat dat verbinden. Dat is niet zo mooi, dus moet ik het aan deze kant doen en dan dit hier even weghalen. Eigenlijk wil ik ook nog boekenkasten gebruiken om dit hier even te decoreren. Alleen dat heb ik nog niet. Wat ik wel even kan doen is tapijt aanleggen. We hadden in de vorige aflevering een wolfarm gemaakt. Ik heb dit ook een beetje proberen te decoreren. Alleen we hadden nog niet genoeg wol om dit volledig af te maken, dus moet ik het hier even nog opvullen. Alleen ja, dan heb ik niet genoeg wol meer voor het tapijt, dus moet ik wel even wol van uit deze schapen halen. Heb ik ook nog, kijk, moet even op zoek naar rode bloemetjes. Die wil ik gebruiken voor kleurstof. Kan ik rood tapijt maken. Als we er geen vinden, kunnen we ook gewoon boonmeel gebruiken. Ik denk dat ik mijn boonmeel ga moeten gebruiken. En dat is alles van boonmeel dat we hebben, dus dat is niet heel veel. Zo, rode dye. En dan kan ik nu mooie rode carpets maken. Ik wil de carpets boven plaatsen. En nu nog de ramen. Ik kan ze misschien zelfs ook 2 hoog maken. Nou, dat ziet er zo wel goed uit. Ik wil al dit zand ook vervangen met dirt. Of gras eigenlijk. Maar dat is een project voor later. En dan kan ik ook misschien, als dat gedaan is, nog een mooi padje aanleggen tot hier zo. Dan kan ik hier nog allemaal huisjes maken. En dan misschien ergens in het midden zo'n fonteintje. Zou wel leuk zijn. Ik wil ook eens kijken of we nu al sugarcane en zo kunnen halen. Want ik zag in de verte sugarcane. Alleen dan was nog buiten de border toen ik het zag. Dus misschien kunnen we er nu wel heen. De border is wel een flink stuk groter geworden nu. Ah, dat is buiten de border. En daar. Ah, we zitten bijna bij sugarcane. We kunnen het al ruiken. Maar we kunnen dat nog niet aanraken. Het is ook wel leuk om mijn huisjes van een afstand te zien. We kunnen hier ook nog wat dingen bouwen. We kunnen hier een heel grote stad bouwen. En dan hier een brugje maken over het water. Ik kan ook even kijken of ik nog ondertussen al een koe kan vinden. Daar zien we schildpadden, maar hebben we niet echt nodig. Of tenminste nu nog niet. Later misschien wel. Ja, koe! Hopelijk kan hij mij al zien. Hé, hey, koe. Ah, dat is jammer. Een te ver afstand. Om echt dat de koe mij kan zien. Misschien als ik hier naar boven klim. Dat ik hier nog iets kan zien van koeien. Ja, die koe is te ver weg. Ah, en dan loopt het ook nog eens verder weg van de border. Ah, zie ik daar nog een schaap? Dat hebben we niet echt nodig. Oh nee, het is een wolf. Ik dacht van ver afstand dat het een schaap is. Of ja, we kunnen een wolf temmen. Maar dan heb ik nog bonemails nodig. Beter spannen er nu nog wat skeletons. Dan kan ik nog bones verzamelen. Ja, we hebben geen bones meer, dus hopelijk kan ik snel een skeleton tegenkomen. Hier een zombie zoek ik niet, maar ga je toch even uitschakelen. Oh, het zal wel heel erg typisch zijn als ik een skeleton zoek, dat ze niet spawnen. Oeh, dit is gevaarlijk.
Gelukkig viel ik daar niet in. En nog een skeleton. Meerdere zelfs. Zodra ik... Oh, dat is 3. En nu snel weg, voor ik dood ga. Nu hoop ik dat ik het wolfje nog kan vinden. Ik heb iets voor je. Oh, dat is niet genoeg. Er waren nog steeds 4. Ik kan ondertussen ook nog even heel wat hout hakken. Want in de toekomst gaan we toch heel veel huisjes maken. En om die huisjes te maken hebben we hout nodig, dus kan ik het best nu al verzamelen. Oeh, er komt weer zo'n, ja, hoe heet die ding is ook alweer, een wandering trader of zoiets. Ja. Wandering trader, alleen, ja, hij heeft niet echt zo'n goede trades, dus ik kan hem gewoon vermoorden. Waar zit hij nu juist onzichtbaar? Of ik heb eigenlijk enkel deze nodig. Zo kan ik ook aan leer komen. Ik heb nog 2 leads. Oh, misschien kon ik ze ook in leven laten. En dan kon ik ze breeden. Ach ja, daar is nu te laat voor. Oh, een creeper en een skeleton. Ik probeer nu misschien ook een music desk te krijgen. Is niet gemakkelijk. Moet je even ergens terugtrekken en eten. Zo, we zijn nu al ver genoeg. Waar is de creeper? Weer lokken. Niet nu. Yes! Nu. Nog 2 extra bones. Oh ja, de dingen lopen natuurlijk achter skeletons aan. Wacht, ik help hem even. Oh nee, ik had hem per ongeluk aangevallen. No! Kan ik hem nog... Nee, dat kan niet. Ah, oh, ik weet niet, blijven ze voor altijd boos? Of gaat het na een tijdje weg? Weet ik niet. Dat gaan we zo wel zien. Ja, koeien zitten in de buurt. De eerste koe. Nee, hij loopt weg. De koeien willen gewoon niet komen. Ze denken, ja, dan komt hij in de buurt. Dan is het tijd om te vluchten. Ja, hij komt dichter. Ja, hij ziet me. De eerste de koe. Hier heb ik echt heel lang op moeten wachten. Voor een koe op hebben. Ik hoop trouwens dat er snel nog een koe in de buurt is. Oh, ik kan ook gewoon dit gebruiken. Dus hier komt dan een koeienfarm. Ik ga de farm echt groot maken. Zo. Goed, ik denk dat het hier wel een goed idee is om de aflevering af te sluiten. We hebben in deze aflevering dat huisje daar gemaakt. We hebben het ook al een beetje kunnen inrichten. We hebben nu ook eindelijk een koe. Helaas hebben we nog geen 2 koeien, maar ik denk dat dat wel in de volgende aflevering goed moet komen. We hebben ook al een sugarcane gevonden, alleen we kunnen het nog niet halen. En dat zal ook waarschijnlijk pas in de volgende aflevering gebeuren, dus bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je terug bij een volgende video.